Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Leuke korte vlog weer. We zijn bij het Efteling Theater, we zijn fucking laat. Het gaat volgens mij echt over elke minuut beginnen. Over elke minuut? Over elk, hoe noem je dat? Over enkele seconden of zo. We gaan naar de geluisterde kat. En Laurion speelt hier en die kennen we allebei. Ja, ik wel iets beter, maar niet uit. Ik ken hem van de repetitie en van de auditie. We gaan even kijken hoe hij gaat spelen in deze musical. En na afloop dan laten ze wel zien, want er is geen pauze, hoor ik net van Oliver. Ja, maar er stond dus haakjes op een pauze. Dus... Oh, nou ja, in ieder geval dus in de pauze, na de voorstelling, dan komt Laurion waarschijnlijk wel nog in de vlog. Heb je er zin in? Ja. Ik heb er ook zin in. Oké. Is afgelopen. Kijk dan hoe vet! Oh my god. Mijn ouders zijn er al, dus dat is altijd heel. En we hebben weer een programma boekje. Ja. En we gaan nu waarschijnlijk daar achterheen. Want daar komt Laurion, is dan klaar. Dus we gaan hem even opwachten en vragen hoe hij het vond en zo. Wij vonden het in ieder geval heel leuk. Ja. En op het einde, toen had zij dat van Jenny, zij had zo'n jurk aan. Het was dan de langste sluier of zo. En dan kwam dat hier helemaal over de zaal heen. Daar zo. Dat is al leuk. We gaan er heen, toch? Ja. Top. Vond je het ook leuk? Ja. Oké, okay, fijn. Oh, ja, ik ook. Nou, we gaan er daar snel heen. Ja. Oké, jongens. Laurion is klaar en hij heeft het super goed gedaan. Dankjewel. Hoe vond je het zelf gaan? Heel goed. Ja. Hoe het publiek reageerde. Wij vonden trouwens dat stukje met die bruidsje, dat was zo grappig. Ja, was heel die dekens zo overheen. Ja, maar dat was wel met de dag. Ja, zeker. Het was in ieder geval supergoed en leuk gedaan. Top. En de film, daar gaat hij heel goed doen hoor. En voor mensen die deze musical willen zien, die moeten echt gaan kijken. Ja? Ja, zeker. Ja, ik vond het echt leuk. Ja. Wel laat als dat ik er ben, hè? Ja, als hij er is, als hij er is. Ja. Jongens, we zijn weer thuis en ik zit alweer aan het eten hier. En hier ook garnalen, super lekker van mijn moeder gemaakt. Maar in ieder geval de voorstelling was echt, het was zo vet, echt. Ja, ik weet niet. Het was zeg maar wel een familievoorstelling over kleine kindjes. Waar veel kleine kindjes. Ik dacht heel leuk. Zat naast ons zat zo'n jongetje. En die zat heel de tijd zoals een kat zo op de grond te miauwen. Dat was echt heel leuk. En uiteindelijk kwam die moeder, die had wel even netjes gezegd van sorry voor eventueel overlast. Dus dat was wel netjes van die moeder. Maar ja, we hadden niet echt overlast of zo. Maar Laurion die heeft het echt super goed gedaan. Laurion, als je dit ziet, jongen, je hebt het echt fantastisch gedaan. En het was gewoon super leuk. En als ik nog een keer kan, ga ik sowieso nog een keer. En dan waarschijnlijk met mijn moeder, want die wilde eigenlijk stiekem toch wel graag. Want ik zou eerst met mijn moeder gaan, maar ben nou met een vriendin gegaan dan. Dus ja. Waarschijnlijk ga ik nog een keer dan met mijn moeder. Dus het wordt ook superleuk. Ik heb er wel veel zin in, als ik nog een keer kan. Dus het was gewoon een super vette voorstelling. Mooi decor, mooie kostuums, goed gezongen. Kortom, super vet.
Maar nu ga ik lekker eten, want ik heb al trek. Ja, hoi. Ja, het is vandaag de volgende dag. En ja, het gaat dus echt een soort van weekvlog worden of zo. De eerste keer dat ik een weekvlog doe. Ja, jee, leuk. Maar in ieder geval, het is vandaag ja, vrijdag. Ik ga de datum maar gewoon niet zeggen, want die weet ik niet uit mijn hoofd. Het is vandaag vrijdag en het is inmiddels nu bijna een week geleden dat ik naar de glazen kat ben geweest. Het stukje wat jullie hiervoor zagen. Ja, het was echt een super, super, super leuke musical. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad. Ik denk dat Anne Fleur het ook super leuk vond. Waarschijnlijk had ze in reactie praten van ja, het was leuk, leuk, leuk. Maar in ieder geval, het is nu dus herfstvakantie. En ik kwam zeg maar vorige week vrijdag terug van Londen. Toen ben ik zaterdag naar musical gegaan en ik was helemaal niet moe. Dat was echt zo raar. Ik dacht echt van, oh, ik ga naar musical toe en ik ga sowieso in slaap vallen. Maar ja, misschien omdat ik ook gewoon zin had en het was leuk en weer musical zien, jee. Het was alweer een hele tijd geleden. Hmm. Ik ga nou even lekker douchen. Want vanavond ga ik met mijn moeder lekker uit eten bij de Gerechtshof. Dat is hier een restaurant, superleuk. Ja. Hey jongens, we zitten er weer en het toetje komt er zo aan. Dus ja, ik heb wel zin in het toetje. Ik ben wel benieuwd wat ze hebben. Oh hey jongens, bokbier is zo lekker. Ik heb er net één op ook en het is zo lekker. Jongens, het eten is echt super lekker. Het is super gezellig. Ik ben even op de wc, want ik moet even plassen, maar ik dacht even vloggen, want het is super druk daar, dus jullie horen mij daar toch niet. Het is super gezellig vandaag, maar we hebben dus als eerste voorrecht dat ik zalm met garnalen, dat heb ik helaas niet gefilmd. En mijn moeder had carpaccio, nou, gewoon standaard dingen. En daar hebben we het hoofdgerecht, ik pompoen risotto met geroosterde dingen en zo. En mijn moeder heeft een vis, hebben jullie wel gezien net? Het ziet er super lekker uit, het is ook heel lekker, ik heb het al op. Ik heb nog nooit van mijn leven pompoen op, maar wauw, wat is pompoen lekker. En ik had het niet verwacht. Maar nu ga ik even plassen, want ik moet heel... Oké jongens, ik ben weer thuis en het was echt super gezellig bij het eten. Ja, en toen viel mijn camera uit. Dus sluit ik de video op deze manier af. Bedankt voor het kijken en ik check jullie bij een nieuwe video. Later!